ik ben 1000 keer onheus bejegend. En ik zal je trouwens eerlijk ook nog zeggen, ik denk dat ze hadden mij ook wel kunnen aanklagen voor MeToo. Hoeveel vunstige opmerkingen die ik maak, dat zijn er ook een heleboel. Stel je voor dat je dat had gedaan. Dus wat we gaan doen is, mijn auto die staat al vanaf vorig weekend, heb ik hem laten staan hier in Amsterdam. Met vergunning? Nee. Gewoon doorlopende klok? Wat kost dat nu? Ik denk best wel veel. Hoeveel? 1000? Nee joh! Ik weet niet hoeveel het kost. Wat een dag is het vandaag? Woensdag. Mm-hmm. Zondag is gratis. Zondag is gratis. 1, 2, 3 dagen. Het is duur hè, parkeren hier, het is echt niet normaal. Ja, het is gewoon onhandig. Maar soms vind ik het gewoon met een agenda met zoveel afspraken vind ik het heel lastig om dan precies het overzicht te hebben en te denken, oh ja, dan denk ik, oh ja, laat ik dan die auto maar hier staan, dat is wel handig en dan haal ik hem dan wel op. Agenda, Katja Schuurman. Juist. Ik sta te wachten en je neemt net in alle rust nog een selfie met je vriendin Wendy van Dijk. Een selfie? Of niet? Ik neem geen selfie, maar ik stond wel eventjes te kletsen met Wendy. Oh, ik dacht dat je met een ding stond. Met een ding? Met een telefoon. Nee, ik had geen selfie gemaakt. Oké. Mocht ik het wel zien op Instagram, dan word ik echt heel erg boos. Snap ik. Je hebt een boek geschreven. Ja. Laten we niet om de hete brei heen draaien. Katja was here. Ja, Katja was hier. Was hier. Ja. Heel komt je wel was scheelt hier. Het scheelt eigenlijk niks. Was hier niet beter? Nee. Was hier. Katja was hier. Ja. Het is geen reisdagboek. Het is een collectie aanbevelingen, het is verslagen. Het is van alles. Het is echt maar een boek vol met reisverhalen. Van reizen die ik natuurlijk heb gemaakt. Ja. En echt in de afgelopen, eigenlijk gedurende mijn hele leven. Want het is ook al van vroeger wat ik met mijn ouders ging doen. Het boek begint met een anekdote van ongeveer 20 jaar geleden. Ja. Jij bent dan 21. Jij gaat voor het eerst alleen op een lange vliegvakantie, Costa Rica. Ja. Je laat je toenmalige vriendje op Schiphol. Je zit in het vliegtuig en je begint te huilen. Ja. Wat gebeurde daar, Katja? Omdat ik me heel gelukkig voelde, daarom moest ik huilen. En ik wist er nog niet zo goed wat ik nou voelde, maar ik voelde zo heel groot, zo'n gevoel. Ik voelde me heel opgewonden, maar de wereld lag aan mijn voeten en ik voelde me gewoon heel, ik keek naar beneden, zoals je dat dan doet, je ziet Nederland steeds kleiner worden. Ja. En je voelt je onthecht op een hele fijne manier en ik heb dat, die onthechting, dat is wel echt iets waar ik, wat mij heel erg trekt in reizen. Ja, en je beschrijft ook wat ik ook mooi vond, je loopt over straat. Je bent nog nooit geweest, niemand kent je. Ja. Dus het maakt niet uit de persoonlijkheid die je op dat moment wil gaan uitdragen. Ja. Niemand zou er aan twijfelen op het moment. En voor jou is dat ultieme vrijheid. Ja, dat je gewoon. We worden soms toch ook wel gevangen in de blik van anderen en in het oordeel van anderen. En ook al wil je dat niet, dan denk je van ik ben gewoon wie ik ben. Toch is het heel moeilijk om helemaal vrij jezelf te voelen op het moment dat anderen met een bepaald oordeel naar je kijken of met een bepaald verwachtingspatroon. Ja. En dat heb je vanzelfsprekend om jezelf al heen gecreëerd. Omdat vooral met door jouw het leven werk, zelf. Natuurlijk. Ja, maar niet alleen. Dat gaat echt niet dat alleen over mij. Dat gaat voor iedereen. Okay. Dat geldt voor iedereen. Iedereen heeft een mens om zich heen. En die hebben een beeld bij je. Ja. Maar nu kan je elke keer kan je opnieuw beginnen. In een zwembroek is zeg maar iedereen wel gelijk. Ja. In elk geval, je ziet niet het verschil tussen een vuilnisophaler of een bankdirecteur. Er zit ook een keerzijde aan het reizen. Ja, het is niet goed voor het milieu. Nee. Ja, kijk, toen ik begon met reizen, toen dacht ik er echt nul over na. Het was natuurlijk al net zo slecht voor het milieu als nu. Om in het vliegtuig te stappen, maar daar was niemand mee bezig. En dat ben ik nu zeer zeker wel. Dus het voelt ook een beetje
dubbel om mensen aan de ene kant nog veel meer het vliegtuig in te sturen. Dus je gaat binnenkort weer een stichting openen om het omdat allemaal keihard om bomen te planten. Kijk, er zijn natuurlijk al heel veel andere manieren waarop je fijn kan reizen. En dat, bijvoorbeeld met de trein. En ik heb de Trans-Siberië Express gedaan. Nou, ja. Geniale reis. Ja, je kan ook mooi op fietsvakantie gaan, maar ik kan niet zeggen dat ik dat nou ooit heb gedaan. Naar Drenthe. Naar Drenthe. Ja. Dus er zijn zeker manieren die niet het milieu zo belasten. En kijk, ik heb ook een aantal eco-lodges. Maar als je een eco-lodge aanbeveelt in Brazilië, ja, dan moet je wel naar Brazilië zwemmen. Ja. Dus wil je dat zeggen ze ook. Ja, nee, dat zeggen ze niet. We prefer that you come by swimming. Ja. Ja. Nee, maar luister, ik ben het helemaal met je eens. Maar het is een feit dat ik niet in alles daarin heilig ben. 6 keer? Veel meer dan goed is voor het milieu. Dat is dan 100%. Omdat ik het veel te fijn vind. Je bent zo goed bezig met return to sender. Ja, en, maar ik ben niet heilig. Vlieg jij niet? Jij hebt besloten. En jij vindt ook jouw interviews, die moeten ook in deze auto. Want zeg maar, als we dit interview hadden gedaan op een terrasje, dan was het minder goed geweest. Dus jij hebt, weet je hoeveel CO2-uitstoot jij nu hebt tijdens dit gesprek? Niet zo best, hè? Nee, kijk, we moeten elkaar niet overdreven de maat gaan nemen. Dus denk heel goed dat we... En niet wijzen, hè? Het is heel goed dat wij gewoon heel bewust met dat dingen bezig zijn. En dat we proberen ons leven zo aan te passen en te recyclen. En op allerlei manieren moet het ook, want anders maken we de wereld gewoon kapot. En dan is het niet eens meer de moeite waard om te reizen, want dan is het overal lelijk. Ja, maar ik ga je niet veroordelen, want met Return to Sender doe je echt hele goede dingen. Ja, maar dat vind ik echt. Ja, maar ik bedoel... Ja, maar het een sluit het andere toch ook niet uit. Nee, maar je moet het een niet gebruiken als excuus voor het ander. Zo van, ja, ik heb best wel een beetje een jetset leven. Maar ik zorg er ook voor dat derde wereldproducten hier op de markt komen. Dat de winst zeg maar weer terugvloeit naar die landen. Doe ik dat? Nee. Nee, toch? Nee, ik zeg dat mag niet. Nee, maar heb ik een jetset leven? Ja, nee, joh. Oh ja, houd joh? Op, ja. Wat is jetset? Jetset is 6 keer per jaar vliegen. 1:30 middags wijn drinken. Ik zat helemaal niet aan de wijn. Ik zeg, soms toch wel. Wat knal je nou, man? Je probeert hier een soort beeld neer te zetten van helemaal niks op slaat. Nee. Ik zit niet 's middags aan de wijn. Ja, als ik op vakantie ben. Nou, precies. Maar dan ook nog niet eens zo vaak. Want ik vind eigenlijk 's middags wijn drinken... Maar jij moet zeggen dat je wil echt in alle tonen een keertje geen jetset leven uit. Ik associeer... Als ik denk aan jetset, dan denk ik eerder aan Sylvie Meijzen en Jolante. Oké, dat is wel Champions League, toch? Dus Champions League jetset. En ik ben gewoon een beetje amateur jetset. Wil je ooit Champions League jetset willen hebben? Jetset is veel mij. Ik vind dat niet heb goed je nooit, voor hè? Mij. Nee. Maar je gaat niet. Ga je wel eens naar Ibiza en soort dingen om dan. Om te jetsetten? Ja? Ik ga wel eens naar Ibiza, maar ik weet niet zo goed waar je nu precies naartoe wil. Nee, dit is gewoon een interview om te kijken. Gewoon, ook om wie je bent, toch? Ja. Om de mensen iets te laten zien. Ja. Ja, gewoon een ander stukje van jezelf te leren kennen. Heb je het gevoel dat mensen helemaal weten wie jij bent? En is dat noodzakelijk? Dat lijkt me totaal niet noodzakelijk. Nee? Al is het natuurlijk... Nee, dat lijkt me niet noodzakelijk. Maar ik denk dat mensen eigenlijk al veel te veel van mij weten. Ja? Ja, ik ben natuurlijk overal heel erg open over. Tot grote irritatie van mijn ouders. God, moet je dat nou allemaal wel zeggen? Waarom ben je dat dan? Waarom vind je dat dan wel fijn? Ik vind het niet fijn. Het is gebeurt meer, gewoon. Ten eerste ben ik al ruim 20 jaar bekend. Dus ja. Zolang ik blijf praten met mensen zoals jij, dan zeg ik wel eens wat over mezelf. Is het dan mijn schuld? Of is het dan... Nee, maar dat had ik niet bij je in moeten stappen. Maar ik heb natuurlijk altijd wat te promoten, zoals mijn boek Katja was hier. En dan wil ik daar iets voor terug. Ja, dan wil jij er iets voor terug. Dan moet ik weer praten over mijn privéleven. Ja. Ja, zo werkt dat dan een beetje. Nou goed, en dan heb ik in ieder geval zoiets, als je mij dan een expliciete vraag stelt... Dan ga ik niet, zoals sommige andere bekende mensen, daarover liegen of schijnheilig over doen. Okay. Want dat gaat tegen mijn principes in. Dat betekent dat ik opener ben soms over dingen zeg dat ik eigenlijk per se noodzakelijk vind. Maar ja, ik ga er niet hypocriet over lopen doen, want hypocrisie vind ik super irritant. Nou, dat komt goed uit. Want in de Linda die nu uit is, ja. Zeg je over het MeToo, #MeToo beweging, dat het belangrijk is. Omdat vooral mensen die niet de kans hebben zich uit te spreken, zich te weren, geholpen moeten worden. Zonder dat er een heksenjacht ontstaat. Ja. Nu is het ruim 5 maanden geleden Joep Goszak in het nieuws is gekomen. Ja. En mensen klagen van de ontwikkeling van zo'n meldpunt waar mensen terecht kunnen die zich slecht behandeld voelen.
in de filmindustrie, in de entertainmentindustrie, dat komt gewoon niet op gang. Vind je het ook te lang duren? Oh, ik was me daar niet van bewust. Vind ik dat te lang duren? Ja, wat raar dat dat niet gebeurt. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat er is. Maar wat er gewoon jammer is, nou, niet jammer. Er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen. Ik denk, het is zo lastig. Je hoeft niemand te verdedigen. Het is gewoon een algemene vraag over het meldpunt. Ja, ik heb me daar niet mee bezig gehouden. Ik wist niet dat dat er niet, dat dat überhaupt... Op welke manier heb jij je daarmee bezig gehouden nog sinds de afgelopen 5 maanden? Ik heb me daar nauwelijks mee bezig gehouden. Waarom? Dat is toch heel gek? Hoezo? Nee, heel erg mee bezig gehouden. Met mijn vriend heb ik me bezig gehouden. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik heel assertief ben van mezelf. Ja. En ik ben 1000 keer onheus bejegend. En ik zal je trouwens eerlijk ook nog zeggen. Ik denk dat ze hadden mij ook wel kunnen aanklagen voor MeToo. Hoeveel vunstige opmerkingen die ik maak. Dat zijn er ook een heleboel. Alleen als je vrouw word je daar toch wat minder vaak van beticht. Ja, ben je smeerlap? Wat heb je gedaan dan? Nee, ik ben geen smeerlap. Ik vind het gewoon grappig. Je hebt mensen gedwongen zich uit te kleden? Nee, nee, niet op die manier. Maar de cameraman. Maar mensen gaan nu ook al zeuren van ja, nou, dan zegt die maakt dan soms wat seksueel getinte opmerkingen, dat vind ik heel onplezierig. Nou, ik maak gewoon heel vaak seksueel getinte opmerkingen omdat ik dat geestig vind. Dat vind ik gewoon humoristisch. Ja, oké, maar het gaat nu wel over mensen die zeggen van iets ernstiger. Ja, dus als je bent aangerand, dan dat heb ik nog nooit gedaan. Ah, je trouwens, natuurlijk heb ik ook... Heb je mensen aangerand? Ja, wat is aangerand? Nou, wanneer had jij het gevoel dat je dacht van nou, hier ga ik misschien... Hier ga ik misschien Nee, maar ik moet eerlijk zeggen dat mensen er meest heel enthousiast op reageren. Goed is dat, hè? Ja, dat is wel top, ja. Dat is wel nice, ja. Ja, dus eigenlijk... Ja, ik had dat nooit echt op die manier gehad. Ja. Dat zou ook heel raar zijn. Dus wat dat betreft... wat wou je zeggen dan? Op welke manier heb je ermee bezig gehad? Op welke manier zou ik me er nog meer mee bezig hebben? Was het 5 maanden geleden, 4 maanden geleden, heb jij een brief voorgelezen bij Late Night? Ja. En toen leek het even erop dat jij het opnam voor een bepaalde houding. Dat was op een gegeven moment een beetje verwarrend. Dat mensen dachten van, ja, maar keurt ze het nou goed? Of praat ze nou Joop Hosgang goed? Vindt ze het een toffe pik? Ja, maar ik vind het een ongelooflijk toffe pik, ja. Maar Joop Hosgang is een hartstikke gek iemand. Maar hij heeft wel een aantal ontzettend stomzinnige dingen gedaan. Maar haven't we all, zeg maar. Hè, wie is er perfect? Nou, hij heeft echt hele stomme dingen gedaan. En 100% terecht dat hij daarvoor kaart wordt aangepakt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het meteen een soort van een persona non grata moet worden die alles verder in zijn hele leven verliest wat hij had. Dat is een beetje, dat vind ik wat buitenproportioneel. Maar waar ik tegen ageerde was dat er iedereen begon allerlei dingen te roepen en die werden niet van tevoren gecheckt. Maar iemand was meteen gewoon al... En dan stond er achter Jeroen Pauw bijvoorbeeld een foto van Job. Met daaronder de Nederlandse Harvey Weinstein, vraagteken. Ja, en zo'n vraagteken is dan niet meer zo relevant. Want dan is die dan is iemand al veroordeeld. Snap je? En daarbij heeft Harvey Weinstein mensen verkracht. En daarna ze om proberen te kopen om niet te praten. En bij Job is dat heel anders geweest. En nogmaals, en dat heb ik toen ook geloof ik wel echt heel duidelijk. Maar mensen vinden nuance soms een beetje lastig. Heb ik ook daar geprobeerd te zeggen. En gezegd dat ik vanzelfsprekend zijn gedrag. Wat hij in een aantal gevallen echt heeft gedaan. Heel erg afkeur. En ik weet ook dat hij dat van zichzelf doet. Oh, volgens mij is dat motor. Ah, dat is hem. Die gekke blauwe mini. Oh, mag ik mijn dingetje afdoen? Ja, ik neem gewoon zo afscheid van je. Dankjewel, Katja. Nou ja, kus zeg. Thanks. Lief. Leuk. Leuk. Vond ik ook. Ja.